Hey cursist, welke verpakking zie je? Pauzeer de video en kies het correcte woord voor foto 1 en foto 2. Ik geef de correctie. Dat is een fles parfum en een doos koekjes. Probeer jij het nog een keer? Welke verpakking zie je? Pauzeer de video, probeer het zelf. Ik geef de correctie. Dat is een blik. Het is een zak chips. En ik zie ook allemaal potten. Een pot met een deksel. Wat kan jij studeren bij verpakkingen? Wij zeggen een plus verpakking plus product. Dus bijvoorbeeld een flesje water. Niet, like in English, a bottle of water. Niet een flesje van water. Wij zeggen een flesje water. Een zak chips. Een doos koekjes. Wil jij een pluralis maken, zeg jij niet 1 water, 2 water, 3 water. Dat is niet correct. Jij kan zeggen 1 flesje, 2 flesjes, 3 flesjes. So in English, if you want to count the uncountable, it may be handy to add a container. Donc en français, si tu veux compter les choses que tu ne peux pas compter, par exemple l'eau, on peut ajouter un container. Voilà. Par exemple, une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles. Dus, wil jij het ontelbare tellen, kan jij een container, een verpakking toevoegen. Deze week post ik allemaal video's over eten, supermarkt en producten. Alle video's komen in de playlist van niveau 1. Veel succes!